Het is even wennen. Ali Boussabon bij de amateurs. Vanaf 1996 speelde hij in het betaald voetbal. Gisteravond maakte hij zijn debuut bij de Haagse hoofdklasser Kwik. Een deal die op het laatste moment tot stand kwam. Afgelopen vrijdag werd gebeld door zijn zwager Samir Hani, een speler bij ons, dat Ali bij ons wilde komen spelen. Grote vraag is hoe Boussabon er conditioneel voor staat. Het viel mij niet mee. Ik zag zijn wangen. Ik dacht van nou, die doet niet aan de Ramadan. Maar tijdens de wedstrijd wordt duidelijk dat hij het voetballen nog niet is verleerd. Hier is hij dicht bij een goal. Tot tevredenheid van de supporters. Technisch goed, veel drive naar voren en sneller dan ik dacht. Ik had gedacht dat hij wat zwaarder zou zijn ook, dus hij gaat het goed doen. Maar er blijft natuurlijk de kans dat hij alsnog voor het geld kiest. Ja, die optie die is nog aanwezig, dus het kan ook zo zijn dat hij van de week weer weg is. Maar hem gun ik dat, maar voor Kwik hoop ik dat dat niet zo is en dat hij gewoon lekker bij ons blijft, want we hebben hem keihard nodig.